dik voor in de rouw staan. Om de ding te laten draaien natuurlijk. Dat is zo. Maar ja, ik zorg gewoon dat het niet zover komt. Hè. Reserve heet dat. Reserve. Jij bent toch ook motorrijder? Ja, klopt. En ook lid van de club? Nee, een vrouw mag geen lid worden. Wat? Nee, mag niet. Krijgen we nou? Ja. 1996, nou, pardon. Ik vind het ook niet nodig, hoor. Ik bedoel, laat die jongens maar lekker alles regelen. Die meiden die hebben gewoon lekker feest. En ze staan ze nu en dan achter de bar. Het is gewoon een gegeven zo, zoals die clubs allemaal ontstaan zijn. Ze kunnen wel lid worden, maar gewoon niet met een backpatch, zoals ze dat dan noemen, met een rugembleem. Ik bedoel, als je wel eens een café binnenstappen, zijn er toch altijd dronken mensen die denken van, hé, een motorrijder met een dingetje op zijn rug, die gaan we eens even lekker provoceren en kijken van hoe ver die gaat. Ik bedoel, en als dan die meiden binnenkomen en die zitten lekker in het leer en die hebben een rugkoller op, dan is natuurlijk de halve kroeg die zegt van, hé, een paar lekkere wijven van een motorclub, die gaan we eventjes intimideren. Mag we even mee? Leren beroepen. Laten we eerlijk zijn. Tattoos? Leren beroepen. Heb je doelbewust een vriendin gekozen die een motor heeft? Nee. Dat komt op zichzelf. Maar ik denk dat als je een andere vriendin zou hebben die daar niet van zou houden en zo, dat gewoon snel over is. Ik ben jaren terug ben ik ooit eens een keer getrouwd geweest en dat was voor korte duur eigenlijk. Maar een jaartje volgehouden. Dat kwam een doodje jaloezie van haar moeder kijken. Je bent gewoon vaak weg. En als er iemand jaloers is, dan haalt het snel op natuurlijk. Het lukt aardig goed. Okay. Ja, het is gewoon iets wat ik altijd gewild heb. En het is bij ons, een ander moet misschien iets organiseren om een feest te hebben. En bij ons is het gewoon elke avond feest. We didn't have more time. Oi! Fucking cold.